Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat blijkt uit de nieuwe sport- en beweegvisie. Daarmee wil de gemeente nog meer inzetten op gelijke kansen voor alle inwoners. Sport en bewegen speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het draagt bij aan onze gezondheid en heeft een sterke sociale functie. Met deze visie wil de gemeente ervoor zorgen dat doelgroepen die achterblijven in het meedoen aan sport en beweging dezelfde kansen krijgen. De gemeente wil meer inzetten op de jeugd, sport en spelen in de buurt en sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Nou, sportief kapitaal opbouwen van jongs af aan, als je het jong geleerd is oud gedaan, dan neem je je hele leven mee als je positieve ervaring met sporten en bewegen hebt. Als tweede vind ik het heel belangrijk dat het voor iedereen toegankelijk is. Niemand moet, als die wil gaan sporten, een drempel ervaren. Dat kan een fysieke zijn of dat je je niet welkom voelt. Voor iedereen toegankelijk vinden we erg belangrijk. En als derde ook in de nabijheid kunnen sporten en bewegen. Dus in je wijk, in je buurt, in je dorp zijn er ook faciliteiten waarop je kan sporten. Er is bijna 17 miljoen euro voor sportbeleid beschikbaar. Dat is ook een heel mooi bedrag om hier aan uit te geven. En het helpt ook andere doelen binnen ons beleid ook gestalte te geven. Want als mensen gezond leven, hebben ze ook wijs op de duur minder zorg nodig. Sportclubs klagen over een gebrek aan accommodaties. Er is ook een sporthal geopend, de Wiart in de Weijert. Dus we voegen capaciteit toe, we hebben daar zeker oor en oog voor. En ook dat zal onderdeel uitmaken van die visie voor de komende 10 jaar. Want als je nergens kan sporten, dan houdt het natuurlijk op. Maar we zijn daar druk mee bezig om daar ook vorm en inhoud aan te geven.